Dit is Abdel. Vanaf zijn geboorte is hij blind. Het lukt hem ondanks zijn beperking een studie af te ronden en een baan te vinden. Maar toch schaamt Abdel zich voor zijn blindheid en hij durft niet alleen over straat. Hij hoort over de trainingen die Dorcas geeft aan mensen met een beperking en hij besluit om mee te doen. Dit betekent voor Abdel een nieuw begin. Hij leert om te gaan met een spraakprogramma op de computer en ook leert hij te lopen met een blinde stok en durft daardoor weer over straat te gaan. Abdel ervaart op die manier weer veel meer vrijheid. Samen met anderen in het Dorcas-project maakt hij nu blinde stokken voor andere mensen die ook blind zijn. Abdel vindt het fijn om iets nieuws en iets waardevols te maken en samen met anderen zo ervaringen te kunnen delen over het leven met een beperking. Een nieuw begin, dat willen we niet alleen voor Abdel uit Egypte, maar ook voor andere mensen in kwetsbare situaties in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Oost-Afrika. Steun het werk van Dorcas en geef via dorcas.nl/een nieuw begin.